Amerika vlucht voor Hurricane Harvey. Miljoenen Amerikanen houden hun adem in voor de orkaan Harvey, die wel eens de zwaarste orkaan in de afgelopen 20 jaar kan worden. Hij komt eraan en hij neemt in kracht toe. Het was een tropische storm, maar hier op deze spectaculaire beelden vanuit de ruimte zien we dat Harvey inmiddels gegroeid is tot een orkaan van de tweede categorie. Hij is onderweg naar Texas en hij bereikt waarschijnlijk vannacht plaatselijke tijd het vasteland en trekt dan verder landinwaarts, is de verwachting. Ja, wat zegt dat dan, de tweede categorie? Daar horen windsnelheden bij van meer dan 150 km per uur. En dus maken mensen zich uit de voeten deze dagen. Helemaal omdat Harvey ook nog kan uitgroeien tot een orkaan van de derde categorie. En dan gaat het boven de 200 km per uur en dat is levensbedreigend, waarschuwt ook het National Hurricane Center. Het orkaanseizoen is officieel al een paar maanden bezig en duurt doorgaans tot eind november. Meestal zijn er elk jaar een stuk of 5, 10 orkanen plus nog een hoop stormen.